Nou, hallo en leuk dat we kijken naar deze gloednieuwe video van Chris en Olivier en natuurlijk de rest. Nou, het is 7:30 in de ochtend, of nou, het is in ieder geval rond die tijd. En ik ben nu onderweg naar een prachtig mooi natuurgebied dat hier niet ver van mijn verblijf vandaan ligt. En hoe eerder we er zijn, hoe meer tijd we hebben om dat gebied te verkennen. Daarom ben ik ook zo lekker vroeg opgestaan en ja, dat is het plan voor vandaag. De zon begint er al langzaam door te komen. Het is wel een beetje bewolkt, maar goed. Het is best wel een mooi begin van het gebied ook. Een beetje prehistorisch, maar het is wel mooi hier. Nou, de ravijn wordt steeds mooier zo te zien. Even kijken waar dit uiteindelijk uitkomt. Maar het is een mooie plek hier, dat wel. Zo te zien loopt de weg hier dood. En ja, ik ga er ook echt niet op klimmen. Dus dat wordt dan weer teruglopen. Maar ik ken nog wel een paar andere mooie gebieden hier in de buurt. Mini-oerwoud, lijkt het hier wel. Nou, we zijn er alweer uit, zo te zien. We vinden nog een oude mat. Even kijken of daar iets onder zit. Dus hier. Ah, kijk eens aan. Een kanarische. Nou, daar zit hij dan, de kanarische. Nou, dit exemplaar is ongeveer rond de 20 centimeter groot. Dus dat is best wel een flinke lengte. Nou, deze soort zit zowel bij rotsen. Je kan deze soort over het hele eiland vinden. Nou, sommige exemplaren zoals deze verstoppen zich dan ook in matjes. En ja, het is op zich wel een goede verstopplek. Dus vroeg in de ochtend, als de zon natuurlijk ook bijvoorbeeld op de stenen schijnt, dan komen ze ook tevoorschijn om te zonnen. Dus dan zijn ze nog niet helemaal opgeladen. Maar dit exemplaar moet er ook een beetje opwarmen. Dus, maar goed, ik zal hem maar niet te lang lastig vallen. In ieder geval een hele mooie vondst. Het zijn hele mooie haren, deze zijn het. Dit is best wel een mooie omgeving hier. Er is veel te zien. Het begint wel een beetje bewolkt te worden, maar is op zich niet zo erg. Ergens is het ook wel lekker om even te wandelen zonder zon. Want als de zon erbij komt, dan ga ik ook helemaal zweten. En dat hoort natuurlijk ook een beetje bij wandelen natuurlijk. Het weer. Maar goed, dit is ook wel even prima dit. Nou, hier hebben we nog een prachtige mooie wantsoort. Kijk eens eventjes wat een prachtige mooie kleuren. Nou, als je heel goed oplet, kan je ook heel veel van dit soort kevertjes vinden. Een vrij interessante soort. Ze zijn niet groter dan, wat is een goede lengte? Ik schat bijna 1 centimeter. Mooi soort.
Een stukje verderop vinden wij deze prachtig mooie snuitkever. Een heel erg mooi exemplaar en ook hele mooie kleuren. Op Tenerife kan je best wel wat mooie insectensoorten vinden, al is het nu nog niet gelijk het seizoen ervoor. Want eigenlijk is het hier in principe nog lente. Maar goed, in ieder geval, dit is ook wel een mooie waarneming. Prachtig, hij is 1,5 centimeter groot. Nou, we staan ondertussen op een hoogte van meer dan 1021 meter, om het zo te zeggen. En hier hebben wij dus die prachtige mooie kloof. Het is ook hartstikke mooi hier en het is lekker stil. Voor de rest zijn er vooral veel dennenbomen hier. Ondertussen komen we nog deze prachtige mooie springgaan hier tegen. Geen roodvleugel, maar een andere soort. Heel erg mooi. Nou, op dit soort eilanden kan je echt prachtige mooie soorten vinden, weet ik. Dat weet ik ook uit ervaring. Maar ook deze. Wat ik sowieso leuk van de springgaan vind, is dat je, je hebt gewoon heel veel verschillende soorten. En ja, in allerlei soorten maten. Nou, dit exemplaar is niet groter dan 2,5 centimeter. Gewoon, ja, van vleugels tot met kop. Maar je hebt ook soorten die, ja, heel erg groot kunnen worden. Dus ja, mooi beestje. Dit is bijna een beetje dezelfde wandelomgeving die we gisteren hadden. Althans, dit zijn een hele andere dennenbomen of naaldbomen. En ja, waar ik toen liep waren ook veel bomen. Hier zit vooral veel stenen en af en toe wat van deze bomen. We staan nu ook op een hoogte van meer dan 1200 meter. En 53 meter erbij. Dus dat is heel wat in ieder geval. Sowieso, dat gebied zelf is ook wel mooi. Het plan van nu is om weer naar beneden te gaan. Ik ben intussen al iets meer dan 9 kilometer gelopen en ik moet nog 9 kilometer terug. En hoe mooi het hier ook is, I know my limits, om het even zo te zeggen. Dus het is ook vakantie. Dus maar goed, we gaan wel lekker naar beneden. Zo, een stukje verderop treffen we hier nog twee mooie springgaande soorten. Ik weet even niet de naam van deze, maar goed, dat verschijnt natuurlijk wel in de beschrijving, ondertiteling. Heel erg mooi. Nou, als je goed kijkt, hebben we hier dus een mannetje en een vrouwtje die op de steen zit aan de rechterkant. Als je een beetje rechts van het scherm kijkt, dat is dus het mannetje. En links, wat hogerop, is het vrouwtje. Heel erg mooi en ja, super goede camouflage ook. Ik had ze bijna niet gezien, maar ik hoorde wel een soort heel erg zacht geratel. Mooie waarneming. Thank you.
stukje verderop vinden nog één. Nou, dit exemplaar is ietsjes groter. Bijna 3 centimeter, bijna. Dus het is een flink groot vrouwtje. Vaak zijn de vrouwtjes het grootst, mannetjes zijn het kleinst. Nou, als deze soort wegvliegen, dan hoor je ook wel een soort van, ja, een beetje geklapper. Dus ja, het is een mooie soort. Zeer goede schutkleur. Zo te zien zitten hier best wel wat van deze springkaartjes. Dit is ook best wel mooi om te zien. Nou, dit was vroeger een rivier zo te zien, maar die is nu helemaal opgedroogd. Maar je kan wel heel mooi zien, ja, de sporen die dus de rivier heeft nagelaten hier. Heel erg mooi. Nou, ik zou het niet als wandelpad gebruiken, want ja, op sommige stukken dan kom je gewoon niet overheen, om het zo te zeggen. Zo, dat was een prachtige mooie bijensoort of hommelsoort. In ieder geval, bijen en hommels zijn wel van familie van elkaar. Ja, het kost me even wat moeite om hem te filmen. Ze zijn niet makkelijk, maar ze zijn wel vrij algemeen hier over het eiland. Dus ja, maar goed. Eenmaal na zoveel moeite is het toch hartstikke mooi als je hem zo mooi op de camera krijgt. En zoals we zagen, ja, zijn het ook bezige bijen. Nou, ik heb vandaag bijna meer dan 20 kilometer gewandeld. En dat is echt ontzettend veel. Dus, maar goed. Veel mooie beesten gezien ook vandaag. En ja, qua reptielen, nou ja, maakt niet uit. Insecten waren ook wel mooi. Maar goed, ik ga deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ik zeg zo gewoon ook tot de volgende keer. Mijn goed nieuwe video van Chris en Olivier. Doei ons. Of ja, tot ziens.